Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Goedzooi. Dankjewel, merci aan Hot Club de Rob. En ja, die mogen voor mij eigenlijk het hele uur volmaken. Maar er is een hele hoop gasten en die gaan denk ik dan protesteren. Ik kom gewoon nog bij jullie terug. We laten jullie nog meer gaan horen. Want welkom, dit is dag nummer 2 van Breda Jazz 2019. En dit is Jazz Talk waar je naar kijkt. En dat wil zeggen een uur lang een hoop muzikale gasten, live muziek en sfeer die je meekrijgt. Misschien ben je vandaag al even in Breda geweest. Kun je op deze manier rustig nagenieten. Of je gaat nu denken van...
Poldori, dat duurt dan toch nog 2 dagen. En dan besluit je gewoon dat je zaterdag en zondag nog lekker naar de Baroniestad komt. Wat we in ieder geval doen is dus een mooi assortiment van samenvatting en sfeerverslag voor jou maken vanuit de tussentijd. Dat was vroeger Breda's Museum, de tentoonstellingsruimte. En dat is nu dus tv-studio geworden. Breda Nu en Omroep Brabant, die werken samen. En ja, we hebben hier een hele hoop wat we willen laten zien. Bijvoorbeeld even terugblik op gisteravond, want toen begon het natuurlijk. De eerste dag, hemelvaart, traditiegetrouw. Het was mooi weer, Brabantse nachten zijn lang. Met camera hebben we op pad gestuurd Sam Franke en hij is heel openhartig. Hij heeft gewoon wat op te biechten. De avond is inmiddels gevallen hier op dag 1 van Breda Jazz. Menig Bredana zal zijn oren niet geloven, maar dit is voor mij de allereerste keer hier bij Breda Jazz. Dus wij gaan nu op pad, kijken of ik nog wat kan opsteken van deze Bredanaren hier. Nou, echt zo leuk aan vanavond. Nou, dat we bier kunnen drinken. Is dat het echte toppunt? Kom je voor de muziek of niet? De muziek blijft natuurlijk ook hartstikke mooi. Je live optredens hebt, blijft geweldig hier. Maar het bier maakt het wel ietsje leuker. Wat is nou echt kenmerkend voor zo'n avondje jazz? Oude bekenden tegenkomen, oud Breda, vele podia, helemaal mooi. Heel Breda komt bij elkaar. Snap je? Ja, dat is het. Dat is hem. Dat is hem. Kom jij hier ook vaak of niet? Nee, eerste keer Breda, eerste keer. Oh, mijn eerste keer? Juist, dat is wel. Ja. Nou, we zitten in hetzelfde schuitje. Nou, mooi man, mooi. Ja. Maar ben je hier al lang of niet? Ja, sinds een uurtje, 2 vanmiddag. Waar is het tof? Waar moet ik naartoe? Ja, hier is het tof. Maar is het hier tof? Ik weet de namen niet, man, maar het is ook wel tof. Dankjewel. Ik vind het sowieso mooi dat je u zegt. Ja, laten we maar beleefd houden dan. Ja, toch? Mag ik je zeggen? Je mag je zeggen. Nou, wat vind je er nou zo leuk aan dan? Gezelligheid, veel mensen. Veel praten, hou ik van. Krijg je energie lekker, van. Dat is lekker. Ja, toch? Top sfeer. Geniet ervan. Top. Heel erg bedankt. Fijne dag nog eens. Wat vinden jullie nou zo tof aan? Ja, het is gewoon gezellig hier. Die gozer gooit natuurlijk net een solo uit zijn broekzak. Ja, ja, dat is fantastisch toch? Het is vooral gewoon de sfeer. Ja. De mensen, het publiek, alles. Jazzgangers, hè? Ja. Elk jaar op de kalender? Elk jaar, elke dag. 4 dagen aan de stuk. Nou, hoort je het? Ja, tuurlijk. Kom je nou vaker? Ik ben de Bredanaar, geboren en getogen. En weet je wat het belangrijke hier is, wat we leren? Wat denk je? Bier drinken. Goed geraden. Ik denk, hoe lang komen we hier al? 30 jaar? Zoiets? Ja, zoiets ja. Ja, 20. Zo, nou. Dus dat elk jaar staat het standaard in de agenda, om cirkel. Ja, altijd. Ja, net carnaval, alles moet hier voor wijken. Altijd op 30 mei zijn we hier. Ja. Of het nou jazz is of niet, maakt niet uit, gewoon. Altijd. Ja. Dat is de mentaliteit hier, hè? Nou, kom, hele bedankt. Fijne avond. 30 mei, ja, dat is leuk om dat te onthouden, maar dat werkt volgend jaar niet, hè, mensen. Gewoon denken aan hemelvaart, dat is natuurlijk altijd een andere datum, maar dan weet je wel, het is gewoon Breda Jazz. En met zo'n 250.000 bezoekers die echt uit alle windstreken komen, zitten daar ook heel veel mensen tussen die zelf ook muziek maken. Dus Sam Franke, die je daarnet ook zag, gisteravond nog aan de boemel, die ziet iemand met een trompet en die zegt, doe eens even een moppie spelen dan. Nou, dat was niet zo'n probleem. En dan krijg je dit. Thank you.
Jazzfestival, jongens. Jazzfestival Breda. Dit hier is het. Als je in de binnenstad woont, deze dagen niet gaan klagen over geluidsoverlast. Hè? Dat mag gewoon tot 1 uur 's avonds. Heeft ook geen enkele zin. Maak goede zin en pak gewoon wat van het programma mee. 49e editie. Dus meneer de voorzitter, Bart Wouters. Tot zover een tevreden man? Tot zover een tevreden man. Absoluut. Ja, de... Weer gode weer, ja dat... Worsten naar Clara gebracht, ja dat kennen we hier in Breda. Maar dat zegt jou misschien niks. Maar dan moeten we even naar Meersel Dreef een worst brengen. En dat staat voor goed weer, hè? Althans dat hopen we. Maar het is wederom gelukt. Wederom gelukt. En goede sfeer in de stad, goede muziek in de stad. Ja, blij. Ja, hoeveel acts heb je? Dat is in de honderden, hè, wat je geboekt Zeker, hebt. Zeker, ja. 225 concerten in 4 dagen op 22 podia. Dus... Nou, tel even mee. En dan zit dus naast jou een van de mannen die onderdeel uitmaakt. Want jij wilde heel graag Drew meenemen. Waarom, ja. Bart? Nou, Drew speelt al, heeft al 9 keer in de afgelopen, nou ik denk 11 jaar, op Breda Jazz Festival gespeeld. In diverse formaties. Ja, en dijk van een saxofonist staat garant voor een feestje. Echt jouw stijl muziek. Echt de swing jive, jump boogie. Ja, die kan ik op dansen. Ja, absoluut. Ah. Absoluut. Dus... nee ja, dus we zaten net een kopje koffie te drinken en ik vroeg aan Drew, heb je zin om even mee te gaan? En dat wilde hij onmiddellijk natuurlijk. Dat is mooi hè, met Breda Jazz. Alles kan, samenwerken. So, Drew, hello there. Drew hello. From the UK. Drew Davis, and you've performed with Wax and Boogie yesterday. Exactly, yeah. And today, but that's a bit of a story, want Wax and Boogie is een Spaanse band, maar dan wel met een Engelsman en die woont in Frankrijk. How did it come that an Englishman happened to team up with folks from Spain? Well, there's a wonderful band in Barcelona called the Barcelona Big Blues Band, and I came as a guest to Barcelona. This is a big band that plays in the same kind of style as Brian Setzer, maybe. Okay. And so I spent a lot of time in Barcelona, which is a beautiful town. Oh, very best cocktail bar is vibrant, in Barcelona, by yes, the way. Milano's beautiful town. Good jazz. And so I met Wax and Boogie, who are a lovely band, lovely people, very. Very warm people, and they invite me as a sax player to come to Barcelona to play with them. And now you're over here, but it's not, you're not in their inventory always. No, not always. They play with different people, yeah. But this is going to be a very good year for me and Wax and Boogie because we have many, many concerts together over the year. Hij zei al van, het wordt een goed jaar, omdat we veel concerten doen en het was zo hartstikke gezellig in Barcelona. Ik ontmoette ze daar terwijl ik met een big band speelde en kon vervolgens nog gewoon een stukje meedoen ook. But now you live in the Champagne region. Exactly, the Champagne region of France. 20 years. Lucky you. Oh yeah. Oh, that's why you're looking so healthy. Dus gewoon hij groeit op, hij poetst zijn tanden met champagne, denk ik. Oh yeah. You're brushing your teeth with champagne. Exactly. Is that the trick? Exactly. Oh, good. Dan moeten wij aan ons dieet toe gaan voegen, Bart. Dat vind ik ook. Dat wordt dan echt ook wel. But you've been to Breda Jazz before. I've been to Breda so very you many said, times. Wax and Boogie, it's going to be fun. Yeah, it's a great band for Breda because when we see the people dancing and having a good time, this is the band that you know people like to boogie and to dance to. And there's so many bands like I've come with so many bands that are like Wax and Boogie. Yeah. From 2008, maybe it was the first year when I discovered the Breda Festival. And it's like, wow, so many people and such a good atmosphere. The beer, the music, the size of the festival is. Ja, it's huge. So big. Ja. Hij zegt, het is zo groot. Hij is er nu sinds 2008 dat hij er kennis mee heeft mogen maken. En hij zegt, met een biertje in de hand. En dat bevalt me goed. Nou, Bart, dit moet jou toch als muziek... Je hebt een goede ambassadeur gevonden ook. Want die vertelt het natuurlijk verder tegen andere mensen met wie hij speelt. Daarom heb ik hem meegenomen natuurlijk. Ja, nee, het is een goede ambassadeur. Dit is precies wat hij zegt. Het is een enorm groot festival. Veel muziek, een lekker pilsje. En een hele hoop muzikanten die elkaar tijdens het festival ook leren kennen... Samen spelen in de nachtelijke uurtjes nog. Ja. En ja, er ontstaat een fantastische sfeer. En dat is wat het moet zijn. Those night hours, they're beroemd en berucht over hier. We have Café De Keizer, hè? En they have the after hours jam sessions. Ja, yeah. In de hotel. Oh, yeah. Did you do them also, Drew? Not this year. Not this year. Too I'm busy, getting old. Maybe. I need my sleep. Yeah. But in previous years, I've met so many good musicians in the jam session. Yeah. And there's been... some people that maybe we won't see again, like Lilian Boutet,
who was in the jazz in the jam session maybe 5-6 years ago, and now she no longer plays. But this is memories of a great place. And made in Breda Jazz. Hope in Breda. To see you many times in the future. I hope so too. As they hope to do this many times more. And what's now, Drew, over to, I believe you have to get out of Breda tomorrow, right? Tomorrow morning. Not yet, not yet. Hey, tonight okay. I have one more concert. Tonight one he's playing, concert. So if people want to see him, as mensen nog willen zien, where are you playing tonight? Which? You got the main stage, it's like the little stage in front of the main stage. Ah, oké. Okay. Grote markt nog steeds dan, bedoelen we denk ik. Yeah, the stage on the border, it's like... Spanjaard. Oh, oké, Oh, oké, bij de huiskamer, bij de oude visserslag, aan de haven. Ja. En anders check je gewoon eventjes Breda Jazz Festival. Programma. Dan vind je het hele programma. Drew, thank you so much. En Bart, ik wil nog even doorpraten, want hey, een mooie editie en een 50ste editie. Dus zit er aan te komen. Dus er zullen ook vast wel weer wat plannetjes voor zijn. En hoe regel je dat allemaal? En heb je genoeg vrijwilligers en dat soort dingen? Gaan we het straks nog over hebben. Als je nu zit te puzzelen met dat hele programmaboekje, je kunt echt kijken van, oh, ik ga nu inderdaad naar de Grote Markt. En dan loop ik nog een stukje door. En dan staat er opeens iets tussen waarvan je dacht, dat hadden ze vorig jaar nog niet. Dus dat vergt natuurlijk nader onderzoek. En dat doet Joyce Witte. Het is voor het eerst dat hier langs de haven de Jazz Boulevard is. Wist u dat? Nee, dat wist ik niet. Nee. Ik kom niet zo vaak hier op de Jazz. Dus wel in de Bos en Eindhoven, maar niet hier. Nee. Nou, het is zo dat er nu langs de haven voor het eerst ook verschillende podia zijn. Met het idee van daar begint eigenlijk Breda. Dus dat is mooi als hier ook wat is. Kunt u dat begrijpen zo? Ja, dat ziet er leuk uit. Dus zeker met dit weer, hè. Is perfect. Ja, ik vind het heel fijn, want het is al hartstikke druk overal. Hier vonden we net nog een plekje. Maar ik vind het helemaal geweldig. Het mag voor mij nog groter worden. We staan hier bij het podium van de Botanist. Voor het eerst dit jaar hier een podium. Hoe is dat zo gekomen? Voor het eerst inderdaad. Wij zitten hier sinds 22 februari. Dus nog redelijk kort, 3 maanden nu. Gelijk de organisatie een bericht gestuurd van mochten jullie iets willen doen, dan staan wij daarvoor open. De organisatie was daar redelijk happig op. Ze wilden graag de Jazz Boulevard organiseren, dus zo is het balletje gaan rollen. Het weer zit mee natuurlijk en we dachten vanuit Tilburg met de trein hier naartoe en we gaan eens even kijken. Zo zag je een stukje van Papa Dre's Dixie Paraders, onderdeel van dus die Jazz Boulevard. Een nieuw stukje om eigenlijk ook een beetje wat drukte uit de binnenstad te krijgen, zodat het al eerder, ja, dat je ook op een andere plek lekker van jazz kan genieten. Over naar de band die net ook al deze Jazz Talk aftrapte, de Hot Club Durop. Dus daarom goedemiddag of good evening to Paulus, to Olly en to Noah, van wie ik heel vriendelijk op zijn contrabas mag hangen. Dat hangt wel lekker eigenlijk zo ook, Noah? Oh, ja. Als je dat vindt, dat is super dan. Hey, vanmiddag gespeeld in de Avenue. Dat is een hele mooie plek, vind ik ook, die er prachtig uitziet met houten lambrisering en een houten vloer. Hoe was het vanmiddag? Ja, de locatie was geweldig. De mensen waren enthousiast. En we hadden een hele goede podium en ook een hele goede geluidsman. Dus we zijn hartstikke tevreden. En de mensen ook. Dus, Tevreden met spelen. Over naar jou, Paulus. Hè? Daarnet hoorde ik jullie al spelen. Wat jullie spelen onder andere is, denk meteen Django Reinhardt. Moet ik aan denken. Wil je dat 1-op-1 spelen zoals Don Django het deed? Of mag je dat ook een beetje loslaten? Nou, het is eigenlijk zo. 1-op-1 als Django, dat is niet te evenaren. Dat is punt 1. Natuurlijk schreven we wel naartoe om zo goed te worden, maar dat bestaat gewoon niet. Hij was gewoon de enige meester van heel de wereld op deze muziek, Hot Club de France. Maar we gaan hem zijn liedjes natuurlijk wel spelen. En natuurlijk, de melodie die kennen we wel, maar de improvisaties, nou, dat wordt al wat moeilijker.
En ja, dat doen we dan op onze eigen manier natuurlijk. Voor de mensen die er niet in thuis zijn, Django inderdaad echt een meester. Met dan notabene ook nog een keer een beperking door een ongeluk aan zijn hand. Wat het eigenlijk alleen maar moeilijker maakte in die wetenschap. Als je dan nog wel eens dingen terughoort van hem, dan denk je, hoe kan het? Hoe kon hij dat verdorie? Het is onmogelijk. Wat die man, die speelde met twee vingers. En dat kennen wij nog niet met ons vijf vingers. Wij komen daar zelf niet bij als gitarist. Die man was gewoon meesterlijk. En dat maakte hem nog bijzonderder, hè? Dat hij met zijn twee vingers ging spelen. Is er dan, Paulus, ook wel eens een keer een soort van frustratie? Dat je denkt, ik zet die gitaar in de hoek en ik stop er gewoon mee. Zeker dat, hoor. Als ik hem weer hoor spelen, ik zet een cd op en ik wil het proberen doen, denk ik, Jezus, hoe deed hij dat? Hoe krijgt hij het voor elkaar? En dan met twee vingers. Ja, dan wil ik de gitaar wel soms tegen de muur gaan slaan. Nu niet, jullie gaan heel erg mooi voor ons spelen. So I'm going to sneak in at Olli over here. Olli from Finland. En mijn Fins is niet zo goed, dus we doen het gewoon eventjes in het Engels. It's going to be a busy summer for Hot Club Durop. Lots of gigs going on. Well, you know, actually, the last 5 years I've been living in New York City. So this group, Paulus and Noah, they live in Eindhoven. So we don't get to play that much. But whenever I come to Europe, we do some touring. We were in Finland and in Prague, and now we're here in Netherlands. So it's been a busy summer for Hot Club Europe. Okay, nou, wees zuinig op hem. Wees blij dat hij weer eventjes terug is. Want van New York, en nu is hij dus gewoon weer eventjes in Brabant. Jazz in Juketown doen ze ook nog. Maar ze zijn nog eventjes van ons. Want dit is Breda Jazz en Jazz Talk. En jullie gaan nog live spelen. Veel plezier voor Hot Club Europe. Thank you.
Yes. Paulus, Noah, Olly, dank jullie wel. En we zijn nog niet klaar met Hot Club Drop, die dus vandaag te gast waren op Breda Jazz. Eerst al in de Avenue hebben gespeeld en gelukkig ook bij Jazz Talk lekker aan wilden komen waaien. Want heel bijzonder dat ze lekker met z'n drieën bij elkaar zijn en dat ze ons aan wilden doen. Over naar de gasten bij mij aan tafel en dat zijn Ralf en Koen, oftewel Dr. Brass. Ik heb geen recept aangevraagd. Heb ik dat nodig, nog een bepaald doktersrecept nee, of zo? Nee. Ralf, te beginnen. Wat zijn de ingrediënten voor een goede set van Dr. Brass? Energie. Een goed stukje muziek. Misschien een pintje. Hey, maar jullie moeten spelen natuurlijk, ja. Dus dan handen vol, hè? Nou, handen vol. We drinken wel eens wat, maar het gaat vooral... het zijn jongens die heel goed kunnen spelen en die de energie heel goed over kunnen brengen, denk ik. Want hè, wat jullie dan zien is de Botanist Brass Band Stage, heet dat, hè Koen? Waar jullie hebben gestaan, maar jullie kunnen ook aan de wandel en dan kun je ook gaan spelen en de boel veilig maken, toch? Werkt ook. We kunnen alles. Het maakt helemaal niet uit. Het liefst zelfs nog niet op een vaste plek. Als je ons een beetje vastketent, dan... Worden jullie onrustig? Een beetje recalcitrant. Levert ook wel mooie momenten op. Ja, ja zeker. Maar dus dan zie ik jullie zijn met 8, 9? 8 man. En is er wel een soort tenue de wil? Wat doe je aan voor een show? Nou ja, wij dachten dus dat we op de radio zouden komen. Dus we hebben ons voor de gelegenheid aangekleed. Toen kwam er opeens een visagist achter ze aan. Prachtig mooi tenue hebben we. Dat is nieuw dit jaar. Vertel Koen, hoe zien jullie er normaal uit? Hoe zien we er nu uit? Nou, we hebben hele mooie giletten. We hadden nog stropdassen van vorig jaar. Die waren nog steeds goed. En we hebben nu zelfs... Ralf, laat die broek eens even zien. Ja, sorry. Dat is ook... Ja, we doen zo'n omgekeerde strip die dames en heren. De Dr. Brass broek. De Dr. Brass broek. Ja. En de Dr. Brass schoen. Ja, ja, dat is ook, ja, ook mooi. Ook nog. En ze allemaal dezelfde. Er zit geen merkje op. Ze lopen geen meter, maar we hebben ze wel. Ja, nou. Dat is te gek. Dus dat ziet er dus strak uit. We hebben dus een mooi clubje mannen, allemaal met een blaasinstrument ook nog. En wat is dan het idee? Spelen jullie dan... Gaan we terug naar jaren 20 New Orleans? Nee, ook. Hè? Ja, nee, het mooie van het beentje is, het zijn allemaal heel veelzijdige muzikanten. Het overgrote deel heeft gestudeerd. We kennen elkaar van het conservatorium van vroeger. En dat is ook de reden dat we het beentje zijn begonnen. Want we wilden bij elkaar blijven. Hè, eigenlijk zijn we het beentje begonnen voor de lol. Dat is meteen al misgegaan, want het eerste jaar hadden we meteen al 20 optredens staan. Ja, het begon werk te lijken. Heel, ja, nou ja, soms wel. Maar om op je vraag te... Ralf heeft genoeg werk. Zeker. Zeker. En nodig ook. Maar, nee, om op je vraag terug te komen. We spelen liedjes van... we spelen Sunny Side of the Street van Louis Armstrong in een modern jasje. Ik haal het woord, maar ik noem het toch maar. Ja. Maar we spelen ook hedendaagse popmuziek en alles wat ertussen zit. Eens eventjes kijken hoe dat bijvoorbeeld een klassieker als Ain't Nobody dan kan gaan klinken in de Dr. Brass van uitvoering van vandaag. Echt waar? God. En dan zit hij gewoon zichzelf keihard uit te lachen. Koen, ik weet niet, dat was toch gewoon goed? Ja, maar ik vind het toch hartstikke leuk. Ja, het ziet er toch goed uit. Je hebt mensen plezier bezorgd vanmiddag. Jazeker. Maar het is wel raar om jezelf dan zo terug te zien. Ja, dat hebben we een paar uur geleden gedaan, joh. Ja, zo klonk het dus in ieder geval. Maar het kan ook Lady Gaga kan, Adele kan. Adele spelen we een paar stukjes van. Ja, Jason Mraz hebben we nou een paar stukken van. Ook Incognito, hè. Dat is meer de jazzy... Jazz heet dat volgens mij uit de jaren 90. George Michael. Gek. Ja. Leonard Cohen doet het altijd. Altijd maar goed. Maar welke doe je dan? Doe je Halleluja? Of, ja, allicht. Is eigenlijk nog op verzoek van Nathalie. Van Nathalie daar. Nathalie daar heeft nog... Niemand van jou, hè? Heeft er nog... Heeft speciaal nog aangevraagd vanmiddag. Oh, die wist gewoon dat Dr. Brass die had het vanmiddag gehoord en toen de derde set kwam ze naar ons toe van... Hey, wil je dat nog even doen?
Ah. En wij zijn hele lieve jongens. Wij zijn de moeilijkste niet. Nee. Zit het er dan voor vandaag op? Of is het zometeen jullie snorren de rest op en dan allemaal weer je mooie giletje aan? En jullie gaan nog even nee, de straat zijn, in? Er zijn een paar jongens. Eentje van ons die moet vanavond met de luchtmacht weer spelen op Spanjaards Gat. Koen moet vanavond weer met Sol spelen op dus een James Brown-achtige stukken. Ik ben vrij toevallig vanavond, maar morgenmiddag moet ik weer dus. Ja. Maar jij wil echt de jazz horen nog? Ik wil echt de jazz horen vanavond. Nee, ik kom niet naar hem luisteren. Nou, ook, nee. Nee. Volgens mij het gaat door tot 1 uur. Dus jullie kunnen nog al werkend of al genieten nog van alles doen. En, nou, blij dat jullie onderdeel waren, want van alle jazzfestivals, jullie hebben er een aantal al gezien. Maar heren, dank jullie wel. Nou, en wees samen, koop de giletjes en koop nieuwe schoenen. Want anders dan gaat het niet te werken natuurlijk. Ja, dat. Veilig. Dat is echt zo'n vrouwending ook. Van, ja, het staat enig, maar het zit nog beter. Dat hebben zij ook gekocht. Nee, doe maar niet. Ik ben echt alles kan. Nee, ook niet. Nee. Hey, het was natuurlijk hartstikke lekker weer. Misschien moeten ze in Breda ook na gaan denken over een hitteplan dat in werking kan gaan. Voor morgen en zondag bijvoorbeeld. Maar ja, een beetje broeien en alles, dat deed het vanmiddag ook al wel met wat Braziliaanse invloeden. En dat kan dan heel erg mooi met samba. Maar dan wel echt op de ja, klassiek Braziliaanse manier. En aan deze groep kun je dat wel prima overlaten. What does the influence of jazz do with the samba? Makes it more danceable or what? More melodious or what? Look, the groove of the samba is there always. What changed is the harmony, the way they build the harmony, the way they build the melody, the crossover. Samba betekent in het Portugees bidden, gebed. Of opgewonden raken? Wat past het meest bij jou? Opgewonden raken. Opgewonden raken. Opgewonden raken. Opgewonden raken. Yeah! Well, when I'm sitting around the table and I'm there with the magic of the Roda de Samba, I feel every song I sing as a prayer. When I sing, I feel connection. Something higher in the sky. Now here, around not us. Here. Oh, no, don't here. You see not it? There. Yeah, not here. It's here. It's here. I feel the connection. Okay. For me. Oh, let me feel too. You didn't feel? Did you hear me singing? Yes, of course. I make a joke. I'm just make you a joke. Fell. We zitten hier eventjes lekker te genieten, hè, met die samba. Hè? Ja, zeker. Die muziek is muziek van mijn land. En als ik hier ben, ik herinner van mijn familie, mijn vader, rond een tafel. Om te zingen met een volle man. Maar ze zitten hier gewoon aan een tafel te spelen. Ja, is dat ja, Braziliaans? Ja, dat is in Brazilië zo. Bij mijn ouders ook. Ah. Bij mijn ouders ook. Wij zitten zo, meestal met een paar vrienden. Iedereen probeert zelf instrumenten te spelen. En drinken? Ja, ik drink niet. Nee. Ik hoef geen drank als muziek is. Nee, is dat nou weer nog geluid? Dat is het verschil tussen de Braziliaans en de Nederlanders. Jullie drinken om te dansen. Wow. En wij dansen. Om te drinken? Ja, om te drinken. En zo was er dus toch nog een soort van levenslesje voor onze Michael via de Samba da Viviani Godoy. Ja, die moet ik even lezen, want die is echt te moeilijk om te onthouden anders. Nieuwe gasten bij mij aan tafel. Aan de ene kant ook weer Bart Wouters, voorzitter van Breda Jazz. En de wethouder met evenementen in de portefeuille, en dat is Daan Klaars. Daan, een hele goede avond. Dankjewel. Nou, niks zo goed visitekaartje voor een stad als een goed, beter lopend evenement, toch? Nou ja, dat sowieso, maar dan ook nog eens het jazz-evenement. Hè? Dat is een evenement wat al 49 jaar staat, hè? Dat is een evenement waar de stad ongelooflijk trots op is. Waar mensen van heinde en ver op afkomen. Hè. Het is bijna grenzeloos, hè, internationale artiesten. Nou, we ontvangen ze ook gewoon gastvrij. Ja, daar kan je alleen maar trots op zijn als wethouder. Als geboren en getogen Bredana, ja, hè? Absoluut, ja. Als klein kind, u dacht echt van, oh hemelvaart, dat is er voor Breda Jazz. Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, dat heeft hij goed gelezen in het voorwoord. Dat heb ik geschreven in de jazzkrant. Lees de festivalkrant eventjes. Ja, ja, maar als klein jongetje ging ik inderdaad met mijn ouders al naar de jazz. En ik dacht dat die twee aan elkaar gekoppeld waren. In de zin van dat het een uitgevonden was voor het ander. En misschien is dat ook wel zo, maar niet in die volgorde zoals ik het dacht.
Maar dan liep ik inderdaad met mijn ouders al over de grote markt. Ja, ja. Ja. En dan de jazz en lekker op het terrasje zitten. En wij mochten dan gewoon lekker rondspelen op de markt. Ja, ja, nou zelf kinderen, die worden natuurlijk goed opgevoed, hè? Die moeten mee. Ja, nou ja, sowieso. Gisteren waren ze bij de opening. Hè. De voorzitter heeft gisteren natuurlijk het festival geopend. Mijn kinderen waren daarbij. Ik heb ze niet de hele dag meegenomen. Nee. Hè? Want ja, soms moet ik ook ergens gewoon zijn en dan is dat niet leuk voor ze. Maar waar ze bij kunnen zijn, doe ik dat zeker. Ja. Kijk nu even naar het weerbericht. Het is prachtig weer, maar stel je voor, het wordt morgen echt super mega bloedheet. Is er een hitteplan en heb je dan extra ogen en oren op straat, zodat er geen rare dingen gebeuren van door de hitte bevangen mensen? Ja, absoluut. Volgens mij moet Bart zo meteen even meedoen. Hè? Dat is natuurlijk een verantwoordelijkheid van de organisatie. Maar vooraf is er natuurlijk over nagedacht. Hè? Hoe gaan we ermee om op het moment dat zo'n hittegolf op ons afkomt? Denk aan de communicatie over het insmeren. Denk aan veel drinken. Dan niet alleen maar bier, maar ook water. Mm-hmm. Denk aan extra schaduw zeg maar, in de stad. Nou, het zijn allemaal maatregelen die genomen worden, hè, door de organisatie om ervoor te zorgen dat dat goed komt. Ja, en veiligheid natuurlijk ook. Hè, want er zijn alleen al van die bandbusjes die alle spulletjes voor de bands heen en weer rijden. Daar kun je natuurlijk over nadenken van, kan dat nog wel gezien? Hè, wat er ook in het nieuws allemaal gebeurt. Kijkt de gemeente dan ook nog mee naar zo'n veiligheidsplan? Ja, absoluut. Ja, vooraf hebben we een heel traject gehad. We hebben ook gekeken naar die plannen. We hebben het beoordeeld, we hebben doorleefsessies gehad van nou, wat doe je nou op het moment dat dat gebeurt of dat gebeurt. Dus daar is iedereen goed op voorbereid, ja. Dan geld natuurlijk, hè Bart. Jij wil graag nog meer geld natuurlijk, maar ja, graag. Hey, maar je hebt dit jaar al meer geld gehad, toch? Nou ja, en de gemeente heeft geïnvesteerd in het tot stand komen van professionaliseringsslag op het veiligheidsplan. Ja. En dat was een goede zaak. Want ja, wat je al aangeeft, ik bedoel, de wereld om ons heen verandert. Ik zag toevallig van de week een mooi artikel online van BN De Stem. De emotie van Breda Jazz Festival. Waar mij hele mooie foto's, maar ook een mooi polygoonjournaal uit 1976. En daar zie je beelden van de grote markt. Daar kun je echt over de koppen lopen. En dan staat de vrijdagmarkt er ook gewoon nog tussendoor. Daar kun je je niet meer voorstellen. Nee. Dat kan gewoon niet meer. Dus die tijden zijn geweest en je moet dus blijven nadenken over, en dat doe je niet als organisatie alleen, dat kan ook gewoon niet, dat doe je graag met de gemeente als daar echt een stevige partner in. Nou, en ik denk dat we zijn dit jaar heel intensief met elkaar opgetrokken daarin. Met resultaat, zeg ik, want het loopt, in ieder geval, we zijn nog maar halverwege, hè, nog niet eens. Gelukkig, we mogen nog even. Maar tot nu toe loopt het hartstikke goed. Ja. Wat andere sponsoren ook, merk je ook van, dit is zo'n instituut en dat is al bijna een halve eeuw lang. En dan zou ik zeggen, ze staan in de rij om een podium te sponsoren. Hè? Mede mogelijk gemaakt door gemeente Breda, om Brabant Breda nu enzovoort. Of is dat toch nog een beetje moeilijk, Bart? Nou ja, dat blijft altijd een uitdaging. Je hebt allereerst voldoende mensen nodig die daarmee aan de slag gaan. Hè? Met een breed netwerk. En je merkt dat na bijna 50 jaar Breda Jazz mensen associëren, eigenlijk zoals Daan ook in zijn voorwoord schreef, weet je, Hemelvaart weekend is Breda Jazz. Zoals er ook altijd een carnaval zal zijn. En mensen realiseren zich niet altijd even goed hoeveel effort erin gaat zitten, hoeveel vrijwilligers je nodig hebt, hoeveel moeite je steekt en tijd je steekt in de organisatie en hoeveel geld daarbij komt kijken. Ja. En vandaar dat we bijvoorbeeld ook, dus we hebben wat nieuwe sponsoren, Breda's Horeca heeft wat extra bijgedragen, hoteliers ook, ondernemersfonds ook. Waar we vooral op dit moment mee bezig zijn, is bewustwording van het publiek van, joh, voor die 1 euro. Ja, die piek als, voor muziek. Als 150.000 man gewoon keurig die euro in die collectebus, ik wou zeggen, spaarpot zeggen, maar dat is de collectebus doen. Dan zitten we hier echt anders met elkaar aan tafel. Ja, en wat is een euro? Hè? Ja, wat jij op hebt op het revers, heb je er ook een gekocht, Daan, trouwens? Ja, die zijn 5 piek, hè? Die mooie... Ik heb drie kinderen gekocht. Nee. Mea culpa. Verkeerd voorgelegd. Nee, maar deze. Die. Oh, bedoel je die? Die bedoel ik. Nee, dat klopt. Nee, ik dacht naar deze. Ja. Die heb je dus voor 5 euro. Dan heb je en een mooie pin. En dat is natuurlijk geen kostprijs van 5 euro. Je steunt het Breda Jazz Festival ermee. Ja. Dus die heb je ook.
Ja, ik heb er twee en voor de jongste heb ik een keycord gekregen. Ja. Ja, dus alle drie de kinderen zijn bedeeld gisteren. Iets voor terug. Denk ik, gooi alleen maar die euro in die collectebus. Vind ik ook zo saai op deze manier. We vinden het ook altijd fijn dat je iets tastbaars overhoudt. Nee, dus, en dan is het letterlijk Breda brengt het samen. Hey, mooi, hè? Dus, maar als iedereen, alle Breda'na's die vier dagen naar het festival komen, allemaal keurig die euro erin doen, nou, dan dat maakt de hele organisatie een heel stuk makkelijker. Nou, nog genieten van deze, want die is nog net niet halverwege. En dan een beetje vooruitblikken al iets moois gaan maken voor een halve eeuw Breda Jazz. Maar dat komt later wel, hè. Dus Bart en Daan, geniet er ook nog heel erg van deze dagen. Gaan we doen. Doen we ook nog eventjes een rondje quizzen, want Mike Siebelink die vindt het hartstikke leuk om de straat op te gaan en dan om een beetje sfeer te snuiven. Maar er zit ook gewoon een soort reuzenrad, rad van fortuin, prijzenslag in de jongen verstopt. En het moet er dan toch eventjes uit met een aantal leuke vragen en ook hele mooie prijzen. Hier is uw quizmaster! Ja, welkom dames en heren. Het is weer tijd voor de enige echte Jazz Talk Quiz. Ben je klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Wat gebeurt er ondertussen? Mijn nagels worden gelakt. En dat gaat heel secuur zoals je ziet. Ze smeert er maar gewoon wat op. Vraag nummer 1. Welk instrument staat er dit jaar op de poster van het Jazz Festival? Heb je hem zien hangen? Nee. Een schuiftrompet. Ja, dat is goed. Hoppa! Hey! Zo'n grotere viool, hoe heet dat? Contrabas. Ja. Nee, dat is fout. Komt ie. Spel het woord jazzzangeres. J-A-Z-Z. A-N-G-E-R-S. Nee, drie zetten. Je hebt de zet gemist. J-A-Z-Z. Z. Hoeveel podia en speelplaatsen zijn er in totaal op het jazzfestival? 8. 8. Nee. Nou, die is voor jou hoor. 11? Nee, meer denk ik. Ik denk 18. 5? 5. 22. Ah, je staat er maar een beetje naast. Where are you from? South Africa. Welke band treedt er niet op dit jaar? A. Dirty Harry. B. Catfish. C. Hot Shots. Of D. ABBA? B. B. Catfish? Nee, het is ABBA. ABBA. Ken je ABBA? Nee. Van Mamma Mia. You can sing a little bit. No, I can't sing, but I love ABBA. Mamma Mia. Mamma Mia. Here I go again. My. ABBA doet niet mee. En waarom niet? Ja, die mensen zijn dol, denk. I'm from Kansas City, Missouri. Oh, and do you like the city Breda and the Jazz Festival? Breda is fine, it's very great. The music's lively and all the dancing's amazing. Laat hem even drogen. Welke band? Hoppa. Wie maakte in het New Orleans in de jaren... Ik heb een vlag voor mijn hoofd. Wie maakte in het New Orleans in de jaren 20 van de vorige eeuw de eerste belangrijke jazzopname? Is dat A. Louis Armstrong, B. Lance Armstrong of C. Neil Armstrong? Louis Armstrong. Dat is die fietser, dacht ik. Nee, dat is toch die andere? Dat is ook een astronaut, maar ik weet ook niet welke dat is. Dat durf ik nu niet te zeggen, dadelijk is het fout. Ik zeg gewoon C, want het klinkt lekkerder. Dus Neil Armstrong. Ja. Nee, dat is een ruimtevader. Oh, ik ook, Lance. Ik denk Lance. Ik dacht Louis, maar dan raak ik in de war. Lance Armstrong is een fietser. Hoe gaat dat dan? Zoiets. We pakken uit hoor, let op dames en heren. Jullie hebben alle drie een pen gewonnen. Wow. You want something? No, no way. The Breda nu, pen. Thank you very much. Nou, echt. Zo ontzettend blij gemaakt. Ik zei toch mooie prijzen. En ik hoop dat je goed opgelet hebt met de vragen. Want dan heb je er ook nog iets van geleerd van dit quizmoment in deze Jazz Talk. Over nu naar de gasten aan tafel. Want ze zeggen altijd, de jeugd heeft de toekomst. En dat komt zeker tot uiting met de Youth Talent Award. Dat is een samenwerking van de Rabobank en de Nieuwe Vesten. Dat is ook Centrum voor de Kunsten voor Breda. En dan ook Breda Jazz erbij. Die dan denken, hey, tot 25, wij willen ook graag die mensen een podium bieden. En kijken wat eruit kan komen. Nou, dan heb je hele mooie opwarmen natuurlijk, en dan optreden, en dan wordt er een cheque uitgereikt. En de winnares daarvan zit bij mij aan tafel, en dat is Helene Andriessen. Helene, een hele goede avond. Dankjewel. Ja. Je hebt het niet alleen gedaan, hè, vanmiddag? Nee, zeker niet. Nee. Met een hele band erachter. En de band die heet? Vanavond nog. Dat vind ik zo grappig. Kijk, ja, waar ben jij? Ja, vanavond nog? Of wat gaat er gebeuren? Ja, nog vanavond nog? Ja, het is best verwarrend hoor, want als je dus in de middag optreedt en je zet je bandnaam erop, dan denken mensen dat het een avond is. Dus maar... Ja, nee, ja. Dus misschien de band nog veranderen dan, of zo. Ja, misschien moeten we gewoon wat bekender worden, dan snapt iedereen het. Want heb je de band speciaal geformeerd ook voor deze Youth Talent Awards? Nee, dat niet. Nee. Maar we bestaan nog niet zo lang in deze setting, dus we staan nu een halfjaartje. We zijn nog niet zo heel lang bezig, maar het was niet speciaal voor het
jazzfestival. Maar we waren wel heel blij dat. En word je dan van tevoren al gecoacht of je schrijft je gewoon in van joe, we zijn nog onder de 25, wij voldoen volgens mij aan die regels, zet ons er maar eens bij? Nou, ik had eigenlijk een mailtje gestuurd naar de organisator, want wij waren eigenlijk iets te laat. Maar dat kwam omdat we toen nog niet bestonden met deze formatie. Dat is een goede reden, vind ik. Dus, en toen was er nog een plekje voor ons, dus dat was heel erg leuk. En krijg je dan dus ook nog begeleiding van tevoren al, of is het gewoon oké, goed, we bellen wel als we je plek hebben? Nou ja, wij niet. Ik weet niet hoe dat met de andere band zit, maar we moesten dan gewoon wat materiaal opsturen en... Toen mochten we meespelen, dus dat vonden we heel leuk. Dus vanmiddag sta je dan gewoon, je bent onderdeel van het affiche van Breda Jazz. Hoeveel liedjes mag je dan doen? We hebben 7 nummers gespeeld. Sta je daar en dan een beetje zenuwachtig ook, of dacht je daar wel van, oh joh, dit... Ja, nou, ik kan van tevoren heel erg zenuwachtig zijn, maar als ik daar sta, dan vind ik het alleen maar superleuk. En dan zie ik dat podium en het publiek en dan voel ik me heel blij. Dus, laten we even gaan kijken, Helene, inderdaad. Want we hadden een cameraploeg al die kant uitgestuurd van wie gaat er dan winnen vanmiddag? Want dat moment wilden wij hebben natuurlijk voor Jazz Talk. En dan zie je gewoon inderdaad een heel zelfverzekerde frontvrouw op de bühne staan. Ze weegt de dagen in haar hand, schrijft haar gedachten in het zand. Een nacht minder dans, heel de nacht tot de ochtend ontwaakt. Een nacht minder dans. Dank jullie wel. De Rabobank Talent Award van 2019. Dat is een band, dat is echt geweldig gespeeld. En ik ben gewoon heel blij dat we hier mogen staan. En ze een mooi bedrag te geven van €600 voor vanavond nog. Gefeliciteerd. Dat is een hele hoop geld natuurlijk, hè? Ja. €600 vanavond nog. Wat zei je? Ik wil hem vanavond ook nog op mijn bankrekening hebben, of niet, Helene? Ja, ik ga hiermee naar de Rabobank. Ja, dan uitkijken, even pinnen. Ja, precies. Maar voor de goede orde, dit kan niet besteed worden aan een hele lading make-up, aan een vakantie naar Griekenland of zo, hè? Nee. Een muzikaal doel. En wat ik in ieder geval met een deel wil gaan doen, is het besteden aan opnames van een... Ja. Nieuwe singles, dat zou heel leuk zijn. Want schrijven jullie zelf liedjes of is het... Het is eigen muziek, ik schrijf het niet. Ik heb iemand die dat voor me schrijft. Maar we zingen dus geen covers, zijn wel eigen nummers. Eigen nummers, dus daar dan mee de studio in gaan. Dat je kunt zeggen, kijk eens wat ik vasthoud, wat er op Spotify, iTunes en zo staat. Ja. Want dit smaakt naar meer. Ik vind echt, als je op de bühne staat al, want hoe oud ben je alleen? Ik ben 22. Nou, je staat daar zo. dit wil ik altijd wel doen. Ja, dat wil ik ook heel graag. Ik vind het echt heel leuk, ja. Dus hoe zou je het in de toekomst zien? Nog echt zeggen van, ik ga muziek studeren, zingen? Nou, muziek studeren wordt al een beetje lastig. Ik heb al 2 andere studies. Maar ik wil gewoon veel meer gaan optreden. En samen met de muzikanten waar ik nu mee werk, liedjes op gaan nemen. En dan grotere festivals. Aan veroveren, dat zouden we wel leuk. Als je ze nog eens tegen gaat komen en je denkt vanavond nog, ja, die hebben toch toen, weet je nog, met die €600 dat eerste singeltje opgenomen, dat gaat misschien wel helemaal viral. Ga je naar de stad en zo meteen? Breda Jazz zit er nog niet op voor vandaag. Ja, ik ga nog wel eventjes jazzen, ja. Heel erg veel plezier, dame, en van harte gefeliciteerd. Dankjewel. De winnaar dus van de Youth Talent Award. En daarmee zit dan eigenlijk deze Jazz Talk er bijna op, maar we gaan nog eventjes de hort op, nog eventjes kijken, want... In het wild kom je natuurlijk een hele hoop bekende mensen tegen, waarvan je misschien wel denkt, hey, die heb ik net nog op een podium gezien. Maar het kan ook maar zomaar zijn dat je onze oud-burgervader van de gemeente Breda tegenkomt in het wild. Peter van der Velde, oud-burgemeester van Breda. Hoe is dat om mensen hier lekker rond te struinen, blazend? Fantastisch. Muziek zag vaak meer dan woorden.
En je merkt, mensen zijn blij, enthousiast. Een prachtig historisch decor in deze mooie binnenstad. Ik zou zeggen, Breda, gefeliciteerd met zo'n jazzfestival. En volgend jaar de 50ste keer. Laat daar een mooi feest van maken. Maar dit is ook al een cadeautje. Dit is de echte jazz, hè? Dit is het begin van de jazz, de New Orleans. Hè? De New Orleans. Dat is het hart van de jazz. Maar de jazz heeft vele stijlen met allemaal hele prachtige kenmerken en belevingen. Hey, geniet ervan en hartstikke mooi. Dankjewel. En daarmee zit deze aflevering van Jazz Talk er bijna op. En zoals onze oud-burgemeester het daar zo al vertelde, zoveel verschijningsvormen op menig podia. Sommigen die gaan meer naar de blues, anderen gaan echt meer inderdaad naar echt die oude marching band. Je kunt echt als muziekliefhebber je hart ophalen deze dagen. Het duurt nog tot en met zondag, dus dat wil zeggen, we zijn pas halverwege. Morgen is er weer een nieuwe Jazz Talk vanuit de tussentijd. Te zien via Breda en nu, te zien via Omroep Brabant. En dat doen we dus tot en met zondag steeds een uur. En wat ik ook nog te goed heb, is nog één liedje dan van mijn gasten van Hot Club de Rob. En daarmee zeg ik dankjewel voor het kijken en graag tot morgen. Houdoe!
Breda Nu.